Deze video wordt je aangeboden door Betting Wonen in Bredevoort. Fantastisch. Het was echt nog de tofste show die we hebben gespeeld, denk ik. Ja. Ooit. Ooit. We staan 13 jaar, vorige week waren we jarig en dan dat we kunnen vieren onze verjaardag in deze Roadhouse, op de plek ook waar we het idee kregen om een bandje te beginnen. Ja, beter kan het niet. Ik zag alleen maar mensen over elkaar heen pitten en stage diven en wat was het allemaal, crowdsurfen. Ik weet niet, op een gegeven moment ik met die ogen dicht, ik dacht, oh dit is te gek. Dus, ja. Hoe beleef jij dat als muzikant? Ja, gekke werk. Ik heb namelijk ooit gezegd, als ik ooit in de Roadhouse kom te spelen op de Zwarte Cross, stop ik daarna, stop op je hoogtepunt. Ah, ik kom graag op mijn woorden terug. Dus ik hoop dat de jongens zeggen, nee, volgende keer ben je er weer bij. Onze tweede keer Zwarte Cross, maar in zo'n Roadhouse. En als mensen alle nummers ook woord voor woord meezingen, vooral de hits. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ik heb dat nooit meegemaakt echt in zo'n zaal. Dat is echt grandioos. En later, als je groot bent, nog een droom? Nou ja, ik hoop snel weer terug te keren op de Zwarte Cross. En dan, ja, zo'n Roadhouse graag. Ja, want dit ligt jullie wel, of heb je zoiets als hoofdpodium? Straaljagers overigens ook wel leuk. Ja, dat is ook bizar. Of een megatent. Je hebt natuurlijk talloze, super vette podia op de Cross. Roadhouse is wel het meest epic. Roadhouse is wel het meest epic. Echt, ja. 100%. En nu zit de Zwarte Cross over jullie op, of gaan jullie nog even door? Of hoe ziet het rest van het weekend, nou ja, lang weekend eruit? We zijn in de hand. Ja, we gaan lekker terrein of zo. Even kijken wat er meer speelt. En een aantal jongens hebben nog kaarten voor de zaterdag, voor de vrijdag. Dus ze komen ons nog wel tegen in het beeld op het terrein. Zie je, zo zijn, zie je.